De International Mall of Suriname wordt groter dan gepland. Dat zei projectmanager Sanjay Kisunsing gisteren tijdens een mediadag. Vanwege de grote vraag naar units is besloten om de unitruimte uit te breiden van 3600 naar 7000 vierkante meter. De bouwwerkzaamheden van de mall begonnen vorig jaar november en vorderen gestaag. De fundering is afgerond en nu wordt de staalconstructie opgezet. Bij de mall zal ook de Crystal Palace Events Hall verrijzen met restaurants, entertainmentfaciliteiten en andere recreatiemogelijkheden. Het streven van de initiatiefnemers is om de mall tot de uitgangsplek van Paramaribo te maken. Kisunsing verwacht dat de International Mall of Suriname in 2019 wordt opgeleverd.